Welkom vandaag bij deze nieuwe video. Mijn naam is Thomas Meester van Max Groningen. En vandaag gaan we kijken bij een appartement aan de Vongersplaats. Nummer 162 om precies te zijn. Eerst ga ik jullie even wat vertellen over de buurt waar we nu zijn. We zijn ten zuiden van Groningen in de Herenwegbuurt. Tussen de Vechtstraat aan mijn rechterzijde en achter mij staan we bij de Herenweg. Dus u rijdt zo de uitvalswegen op richting de A28 of de A7. Dat ligt er natuurlijk helemaal aan waar u heen moet. Nu nog even wat over het complex zelf. Het is hier hartstikke rustig. Achter mij zit nog een speeltuin. Kunnen jullie eventueel bij de bezichtiging zien. Voor de rest zijn alle voorzieningen hier om de hoek, zoals de supermarkt. En op ongeveer 6 minuten fietsen ligt de stad. Dan ga ik jullie nu meenemen naar binnen. Er zijn verschillende manieren hoe we hier naar binnen kunnen. En vandaag nemen we de kortste weg. Mogen jullie mij volgen? Voordat we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal, uw notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website, selecteer Groningen, zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. We zijn nu aangekomen op de tweede etage. We gaan nu naar het appartement toe. Nou, dan zijn we nu bij het appartement gekomen, hier aan mijn linkerzijde, nummer 162. We komen zo binnen in de woonkamer en daar beneden op de eerste etage zitten de twee slaapkamers. Dat ga ik jullie zo meteen allemaal laten zien. En als we hier een stukje doorlopen, hier achter mij, ik hoop dat de camera het oppakt. Ziet u wel de Martini-toren? Dat geeft even een beetje indicatie waar we nu zitten in de stad Groningen. We gaan nu naar binnen. We zijn nu binnengekomen in het appartement. De huidige bewoners zijn aan het verhuizen, maar ik ga jullie alles zo goed mogelijk laten zien. Gaan we nu even eerst beginnen in de woonkamer. Sta ik nu in de woonkamer. Hier aan mijn linkerzijde heeft de huidige woner een zithoek gecreëerd. Hier een mooie salontafel erbij en hier aan mijn achterzijde een tv. Nou, zoals wat gelijk opvalt, grote lichtpartij en ook nog een buitenruimte. Kom ik zo bij terug. En hier aan mijn rechterzijde een eettafel staan. Genoeg ruimte voor 4 stoelen, maar er zouden eventueel ook 6 stoelen kunnen staan. Staan we hier nu in de keuken. Nou, hier aan mijn linkerzijde valt gelijk op de koelkast. Hier zelf nog een vaatwasser, wasbak en genoeg ruimte om te werken of voor opslag. Hier aan mijn rechterzijde hebben we dan een gasfornuis met 5 pitten erop, afslagkap en zelfs nog een oven. Zoals eerder genoemd hebben we nog de buitenruimte, ga ik jullie nu even laten zien. Staan we nu in de buitenruimte, eigenlijk een beetje binnen het hofje gelegen en zoals je ziet hartstikke rustig en natuurlijk heerlijk op een zomerse dag. En dan neem ik jullie nu mee naar het toilet. Hier aan mijn rechterzijde het nette toilet. Nou, voorzien van een net toilet met een mooi fontein. En dan gaan we nu naar de eerste etage waar de slaapkamer zich bevinden. Zijn we nu aangekomen op de eerste etage onder de woonkamer waar de slaapkamer zich bevinden. Dat is natuurlijk ideaal, want je bent eigenlijk je eigen bovenbuur. Ga ik nu de slaapkamers laten zien. Beginnen we aan deze slaapkamer aan mijn linkerzijde. Loop ik even hier naar achter toe om de duidelijke indicatie van de ruimte van de kamer aan te geven. Heb ik hier aan mijn linkerzijde een tweepersoonsbed staan, is genoeg ruimte voor. Hier aan mijn rechterzijde staat nog een kledingrek. En loop ik nu even naar de andere kant van de kamer. Nou, dan hebben we hier zoals je ziet nog een best wel een ruime kledingkast staan. Het is eigenlijk gewoon kortom een hele erg ruime kamer. Neem ik jullie nu mee naar de volgende slaapkamer. Loop ik ook even hier weer achter de kamer in om een indicatie te geven van de ruimte. Nou, eigenlijk een hele nette slaapkamer waar alles in past. Veel natuurlijk lichtinval, ruimte voor een tweepersoonsbed. En hier aan mijn rechterzijde loop ik weer even hierheen. Nog ruimte voor een kast. Gaan we nu door naar de badkamer.
Zo, staan we nu in de badkamer. Hier achter mij een bad met een douche. Aan mijn linkerzijde een wastafel. En natuurlijk een extra toilet, wat erg handig is. En hier aan mijn rechterzijde nog opslag voor verzorgingsproducten. Laat ik jullie nog even de wasruimte en de droge ruimte zien. Die bevinden zich achter deze ruimte, droger en wasmachine. En hier om het hoekje nog onder de trap genoeg opslagruimte. Voor bijvoorbeeld koffers of een wasrek. Zo, daar heb ik nu alles van de woning laten zien. Mocht je nou geïnteresseerd zijn, kunt u altijd voor de actuele beschikbaarheid kijken op onze site na het kijken van deze video. En dan kunt u een reactie achterlaten. En dan zie ik u graag bij een van onze volgende zichtgingen.